Het Rijk komt geld tekort, dus de sigarettenroker moet het ontbieden. Opnieuw trekken Achterhoekers massaal naar Duitsland. Niet alleen voor benzine, maar sinds 1 april ook voor tabak vanwege de accijnsverhoging. Terwijl in Nederland de sigarettenschappen steeds kleiner worden, breiden ze net over de grens in Emmerik juist uit. In Duitsland is het natuurlijk hartstikke positief, omdat we merken dat we veel sigarettentoeristen hebben eigenlijk. We zagen het al wel een beetje aankomen, omdat het natuurlijk aangekondigd was. Dus wij hebben daar wel bepaalde maatregelen in moeten nemen. Waaronder dat we hebben gezegd, we gaan ons magazijn gaan we aanpassen, vergroten. En aan een ander station hebben we ook gezegd, ja, we gaan een tweede kassa erbij inbouwen om die doorloopmaat te krijgen. Goed nieuws dus voor de Duitse ondernemers. Maar minder voor onder meer deze Doetinchemse tabakzaak. Vooral checkrokers gaan de accijnsverhoging merken in de portemonnee. Betaalde je voor een pakje van 50 gram eerst zo'n 17 euro, nu is dat bijna 25 euro. Ik ben in het magazijn van twee schappen check naar één schap check gegaan. Dus er gaan nu al heel veel mensen naar Duitsland. We merkten dat eigenlijk al toen de prijzen een tijdje terug omhoog zijn gegaan. En de afgelopen weekend met de Pasen, toen hebben we ook wel meteen gemerkt dat we drukker hebben gehad hier bij ons aan het station. Henny begrijpt er maar niets van en uit dan ook kritiek op Europa. De regels zijn niet overal hetzelfde. Dat vind ik het grootste probleem, want dan horen we overal ook dezelfde accijnzen te hebben. Voor onszelf is het ook heel raar. We rijden 10 minuutjes en we zijn over de grens en we... Ja, je komt toch een beetje in een andere sigarettenwereld terecht dan dat we dat gewend zijn vanuit Nederland. De accijnsverhoging moet de Nederlandse overheid helpen bij het streven naar een rookvrije generatie in 2040. Henny heeft daar twijfels bij. Ik geloof daar nog niet helemaal in. Want in Nieuw-Zeeland wou ook een rookvrij land zijn. Mm-hmm. En die hebben het toch teruggedraaid, want ze konden de accijnzen van de tabak niet missen. Dus 2040 gaat wellicht niet gehaald worden? Door mij niet. Nee, dan moet ik hier met een kruk achter staan. Dat gaan we niet doen.